op uw plaatsen. Deze 1500 meter vrije slag serie van de heren. Wij zien op baan 2 Jorre van der Wal. Baan 3 Ruben Kracht. Baan 4 Baris Tolu. Baan 5 Alexander Honikov. Op baan 6 Bink Elversma. Baan 7 Vins van Dam. En op baan 8 Matthijs Boersma. Ja, we zijn die eerste 100 meter voorbij. Ruben Kracht, baan 3, die houdt de eerste voorsprong. 1.07.77. Daarachteraan Baris Tolu, baan 4, 1.08.33, sprinttijd. Die 1.08.33 is sowieso nog een mooie PR voor hem op de sprinttijd. De komende van 1.11. Ja, we zijn aangekomen bij de 300 meter alweer. Wij zien Bas Tolu die als eerste gekeerd is met een tussentijd 3.36.47. Ruben Kracht heeft die tweede positie 3.36.85. Daarachteraan Wink Elgersma 3.37.73 op baan 6. Thank you.
Ja, we zien net bij het keerpunt nog steeds Baarle Stomu met een tussentijd van 4.51.88 voorop liggen. En daarachteraan Ruben Kracht, baan 3.452.86. Die 4.51.88. Een hele mooie split PR eigenlijk. Verkampende van 5.02.97 op zijn 400 meter. Ja, we gaan naar de helft van deze 1500 meter, de 750. En we zien daar Baris Tomu uitkomende voor de ZPCH uit Hoofddorp. Die heeft de eerste positie, 9.17.75. Daarachteraan Ruben Kracht met 9.18.57. Zwemmen er voor ZV44. Die 750 meter, 9.48.85 splittijd.
Hele mooie PR, komende van 10, 14, 33, zwemmen bij ZVC Hogeveen. Ja, en op het keerpunt van die 800 meter zien wij allemaal hele mooie sprinttijden staan. En eigenlijk voor iedereen ook hele leuke PR'tjes wat ze al hebben staan op die 800 meter. Als we kijken bijvoorbeeld naar Big Jansma die op 800 meter 10:46 heeft gezongen en daarom sprinttijd heeft staan van 10:18:25. Ja, ondertussen zijn we de 1000 meter voorbij. Wij hebben Badenstone nog steeds op de eerste positie liggen, 12:27:04. Daarachteraan Ruben Kracht, 12:27:96. Derde positie, Bink Elgersma, 12:28:10. Alexander Hornico, 12:36:22. Jorre van der Wal, 13:00:29. Matthijs Boersma, 13:01:85. Vince van Dam, 13:07:32. Twee Jorre van der Wal en op baan 8 Matthijs Boersma. Ze liggen beide bij elkaar. Jorre van der Wal net een kleine voorsprong, 13:39:96. Matthijs Boersma daar in de buurt, 13:40:78. De vijfde en zesde positie in deze serie.
Ja, en we zien hier Ruben Kracht en Barenstone dicht bij elkaar liggen. Ruben heeft net bij het keerpunt die eerste positie overpakt, 15:33,95. Barens die daarachteraan komt, 15:34,64. Als we kijken naar die tussentijd, 15:33,95. Met de tijd die Ruben al had staan, 16:18,65. Dan gaat hij toch heel veel daaronder zitten. Aangezien het ook nog geen eens zo heel lang geleden is dat hij hem gezongen heeft in Zwolle, 8 oktober. Ondertussen een paar maanden later en al een hele mooie verbetering. Ja, we zijn bij de laatste 100 meter. We gaan zelfs naar die laatste 50 meter toe. Ruben Kracht heeft hier toch een zwemlengte voorsprong gekregen op baan 3, op banenstommel, op baan 4. We zien hier een kleine sprint ontstaan, maar ook hier op baan 5 en baan 6. Alexander en Bing Elversma die ook die laatste 50 meter ingaan. Alexander met 18:09 en Bink met 18:07. Inderdaad, die laatste meters. Nou, hier komen ze aan. Ruben die lijkt die voorsprong te houden. Ja, inderdaad, hij tikt als eerste aan. 18:34,60. Hele mooie PR komen er van 19:27,75 afgelopen oktober. Barenstone, tweede positie, 18:35,45. Ook een hele mooie PR, de komen er van 19:20. Derde positie was Bink Elversma met 18:42,94. En Alexander Hornico. Zwemmen voor de Aalscholver, een hele mooie tijd, 18:43,33. Matthijs Boersma, heel mooi aangetikt, 19:20,92. En Jorre van der Wal, 19:31,00. En ook 1940, hele mooie PR, 1940-56 voor Vince van Dam. De uitslag is officieel. Wij gaan verder met serie nummer 2.